duidelijk ja zeggen. Met je Bentley? Die jullie samen al... Ja, ze wil gepinkt. Waarom wil ze nou weer een bok? Mag ik die? Een beetje op je inpraat. Iets kleiners uit, sorry. Die willen jullie? Die... Nee. Dat is nog geen man. Ja? Ze hebben dat niet gezien. Mama, ben je aan het doen, jongen? Ik ben stoer. Jumbo. Oeh, Luxie. Twee. Goedemorgen, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en het is vandaag zaterdagochtend, het is weekend. En we hebben lekker met z'n allen uitgeslapen. Ik zit nog even hier achter de laptop nog even wat editwerk te doen, maar de kinderen liggen lekker te chillen in het bed. Een hele goede morgen allemaal! Goedemorgen! En we zitten met z'n allen voor de tv, want wat gaan we weer kijken? We gaan de Kids Top 20 kijken. De vaste prik, even weer de Kids Top 20. Ja, nog steeds. Wow. Nog steeds nummer 2? Ja. Wow. Dankjewel dat jullie nog steeds hebben op mij gestemd. En dat ik nog gewoon steeds op die Kids Top 20 sta. En ja, we zijn bezig voor de derde liedje. Dus dat wordt ook spannend of die op de Kids Top 20 sta. Maar ik wou vast nog zeggen, heel erg dankjewel. Trots op je, een kus. Ja. Zo, Luxie is mooi aangekleed. Wil je een lekker soeptomaatje? Dat is lekker. Kijk eens. Luan, soeptomaatje. Nee? Oké. Nou, hier hebben ze echt al de hele week op verheugd. Toen ze naar school gingen. Mama zei iedere keer, oké, als het weekend, als het weekend is, dan mag het. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Ja, maar we hebben nu, al een keer... Nu is het weekend. Nu is het weekend. We hebben al een keer een vlog opgenomen met dat ik alleen maar ja moest zeggen tegen de kinderen. Dat is echt alweer een tijdje geleden. Nu zijn ze wat groter. Luxie zit trouwens hier met haar tasje te spelen. Nu zijn ze wat groter en nu willen ze het nog een keer doen. En nu zijn ze er iets meer van bewust maar dat mama, ze alles kunnen vragen. En mama, ik jou moet zeggen. Ja, wat wil je zeggen? Nou. Ik wil eerst even Luxie haar haren vlechten. Kom maar zitten, lief. Want ze wel een vlecht. Dan ga ik ondertussen even zeggen. Dan ga jij het maar zeggen ondertussen. Hey mam. Ja? Mag ik met mijn eigen zakgeld in de speelgoedwinkel iets kopen? Met je eigen zakgeld in de speelgoedwinkel wat kopen? Ik heb zoveel geld. Met je eigen geld? Ja, maar ik wil ook. Ik wil ook. Hebben jullie geld dan? Want ja, in mijn portemonnee. En in mijn hoe heet het? Spaarpot. Ja. Dat rem er even om. Oké. Hebben jullie wel centjes dan om wat te kopen? Ja, kijk. Nou, ik heb heel erg veel. Echt waar? Maar je moet ook een beetje sparen. En dit wel ook een soort briefje. En ook een soort briefje, oké. Okay. Maar eens even kijken of we dat kunnen doen. Ja, ik moet eigenlijk ja zeggen, hè? Ja, is prima. Kijk, even Luzette zijn haren vlechten. Mama, kijk. Hier, heel veel. Kijk. Je zei heel veel. Ja. En dan heb ik hier nog 5 euro en 1 10 euro. Dus en ik een ben 10 euro. Rijk. Maar mama... Hey, wat is het, Lux? Luxie ligt uit de rollenbollen. Wat ben je net doen, liefie? Met de veel te grote sokken aan. Ze heeft jouw sokken aan. Maar ik mam, heb vergist vanochtend. Waar doen we dan alle bolletjes? Ik ga nog steeds vlechten. Maar mam, waar doen we dan alle bolletjes? Ja. Ja, tot de 4. Maar waar gaat alle speelgoedwinkel... speelgoed in. Ik heb een idee. Alles speelgoed? Wat bedoel je? Nou, dan hebben we ook toch een tas nodig waar alles speelgoed in kan. En alle broodjes al in het speelgoed? Wat ben je allemaal van plan? Nou, allebei in een speelgoedwinkel. 1 klein prulletje of 2 kleine prulletjes. Want dat kan ik wel betalen. 2 kleine prulletjes of 1 klein prulletje? Ja. En wat is een prulletje dan? Een prulletje is eigenlijk een heel klein speeltje. Een klein speeltje, oké. Okay. We houden het nog bescheiden. Ja. Hoop ik. En dan gaan we naar de bakkerbak. En we gaan de bakker Bart? De bakker Bart, ja. Ja. En dan gaan we daar lekkere bonnetjes kopen. Okay. En dan bolletjes. Misschien even... Gezonde bolletjes. En mam, daar bolletje ben jij gezond. Wel blij. Oh, even boodschappen doen. Ja, dat is een hele goeie. Dus, maar daar hebben we wel een tas voor nodig. Ja. Voor de lekkere bolletjes en een speelgoedwinkelspullen. Okay. En ik heb een idee. Hij heeft een idee. Hebben jullie dit al samen besproken, Silla? Mama. Met jouw tas? Met je rugzak? Ja. Oké. Okay. Ik vind het goed. Ja? Ja, kan niet anders. Maar
te veel is, ja? Dan kan het ook in mijn tas. Als het te veel is, kan het ook nog in jouw rugzak. Ja, want die zit erin. De boodschappen bedoel je, of het speelgoed? Ja, voor het speelgoed. Het speelgoed. Dan gaan we zo naar het winkelcentrum toe. En dan gaan we even naar de speelgoedwinkel, naar de Bakkerbart. En ook even naar de supermarkt, want we hebben geen, niet heel veel meer in huis. Even een ontbijtje, zo halen we vanmorgenochtend ook en zo. En dan ook bij de Bakkerbart en de poesje. En dan bij de Bakkerbart en de poesje. Wat zeg jij nou? Bij de Bakkerbart en tompoesje. Doe je, je mag alleen ja zeggen. Dus ja, voor ja. Ja, mag het nou, let's Mam, go. Je zegt vaak niet ja. Alleen maar ja, zo moet je vertellen. Ik heb mijn jas al aan. Zo, hij heeft zijn jas al aan. Nou, gaan met die banaan, zeggen we dan. Hey mam, ja. Ik heb nog een vraag. Nog een vraag, oh jee. Mag ik net mijn Bentley naar de... Met je Bentley? Naar het winkelcentrum? Het mag wel, maar dan ben je wel heel lang onderweg. Gatje! Oh. Ik had je mee. Je had me mee. Ja, liefie. Wat is wil jij ook mee? Ja? Jij ja, mag ook mee. Zo hé. Ik speeltje mee, want ik heb er mijn poppetje van. Zitten jullie samen op het touwtje? Nee, ik zie het. Nou, Luxie die pakt de auto. Doet doet! Eerst even naar de speelgoedwinkel. Dan naar de Bakkerbart. Oké. Dan gaan we even naar Jumbo. Oké. Dan gaan we weer naar papa toe. Oké, ja, papa die blijft even in de auto, hè? Nou, mam. Ik wil een klein meeneemboxje en iets van een Playmobil setje. Meeneemboxje? Je hebt toch een boxje, jongen? Oh nee, ik mag alleen maar ja zeggen. Ja. Oké. Kijk, natuurlijk. Hoe kon het ook anders? Maar deze afdeling wil Luan altijd. Zou ik voor dat hele kleintje... Nou, ik heb namelijk een heel klein neemboekje. Hier staat het. Een heel handige. En dan, mam... Waarom wil ze nou weer een box? Ik weet het niet. Maar mam, die lijkt mij heel erg schattig. Ja. Mag ik die? Ja. Oké, dus dit wil ik. Heb je genoeg zakgeld dan? Ja, ik denk wel hoeveel euro is... Mama, mag ik dit hebben? Nou ja, ja dan hè. Kan niks anders zeggen. Moet je ook iets leuks uitzoeken dan? Oh, deze. Kijk. Vind je poppetje leuk? Wil je die? Ja? Ja? Oké, gaan we die kopen. Nu zie je een klein poppetje. Oh, Silla. Oh. Sil. Maar ik wil ja ik mag wel alleen maar ja zeggen, maar ik mag wel ook een soort van een beetje op je inpraten, toch? Sil. Pifi, je bent bijna jarig. Hé, je bent bijna jarig. Als je bijna jarig bent, krijg je ook cadeautjes, hè? Ja. Dus kun je toch denk ik eerst iets kleiners uitzoeken. Ja. Luan, die zijn inmiddels denk ik wel achter, die verzamelt boxen, allerlei soorten en maten. Dat vindt hij heel erg fascinerend. En vandaar dat hij weer dit boxje heeft gevonden. Ja? En dat mag hij kopen met zijn zakgeld. Had hij al een keertje gezien. Ja, dit is een hele grote, ja. Ja. Die wil ik... Dan moet je dan nog wel even voor sparen, want... Maar mag ik deze, hè? Jij de shimmer en jij poppetje? Ja. Nou. En Luxie had al, hè? Luxie had al een knuffeltje. Ja, mag ik nog even nieuwe nippen op twee dingen? Nou, kom maar heel snel uit dan. Ja, jij had er ook twee, hè? Dit wordt, oh, ja, nee, dat wordt Luxie wou het ook even laten zien. Dit wordt ook bij shimmer. Hoort hij erbij? Nou, oké. Oké, nou, op naar de kast. Nou, dat past precies. Ja, super. Nou, dankjewel hoor. Doeg. Fijn weekend. Tot ziens. Gaan we heen? Even naar de Bakkerbart. Naar de Bakkerbart. Nou, dat komt goed uit. Want die zit daar aan de overkant. Wat hebben jullie gezien? Nou, eigenlijk een donut en zit daar. Een donut? Ja. Oh, daar. En jij, Sil. Oh. Hallo. Dag voor die kleuren donut. Die willen jullie, die donut? En jij wil die? Die man die. Oké. Nou, gaan we de donuts doen. Ja. Nou, kijk eens kinderen. Dit hebben ze uitgezocht. Drie lekkere donutjes. Wie gaan dragen? Ja. Kijk eens, hou jij die vast? Ik wil vast. Hou jij die vast? Doei. Doei. We lopen heel even terug naar de auto. Want we waren de boodschappentas vergeten. We willen ook even wat boodschappen doen. Kom maar jongens. We gaan even de boodschappentas halen bij papa. Nou, we zijn weer bij de auto. Maar papa die zegt, we moeten nog wat ophalen. En dat is bij de Lidl in de buurt. Dus we gaan even met de auto naar de Lidl. Wij zitten weer in de auto. En ze zitten lekker te snoepen op de achterbank. Zo jongens. Nou... Is dat lekker? Ja, het ziet er lekker uit. En zelfs Luxie is lekker aan het snoepen, hè, Luxie? Vind je dat lekker? Dat is lekker, liefie. Een donut in de auto. Ja. Nou, op naar de supermarkt. Nou, we hebben Luxie en papa even in de auto gelaten. Want Luxie die was in slaap gevallen. En we gaan nu boodschappen doen.
En ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat met alleen maar ja zeggen. Normaal gesproken komen ze met van alles aan. Dus ik hou een beetje mijn hart vast. Ja. Maar goed, daar gaan we. We zijn hier in ieder geval eerst bij de fruitafdeling. Meloen, mag ik meloen? Wil jij een meloen? Ja. Nou ja, dan maar hè. Gelukkig is dat niet zo heel erg. En dan rijden we heel snel langs de donut. Want die heb je al op. Die heb je al op. Nee, daar was ik al bang voor. Mag ik nog een donut? Ja, dat mag. Maar waarom ga ik die voor een ander keertje bewaren? Ga je die voor een ander keertje bewaren? Oh, dat is wel een hele slimme. Dat is wel een hele slimme. Nee. Het is een hele slimme. Welke gaat het worden? Die. Die? Nou, pakken we een zakje. Ik kan een paar. En dan ga jij een donut vissen, hè? Net als op de kermis. En bijna. En nummer 3. Oké. Alsjeblieft. Nee, nu? Nee, je moet sowieso iets op betalen, hè? Ja, maar ik straks. Straks? Ik dacht dat je ze wou bewaren. Was dat een grapje? Grapje. Oh nee, hè, Lucilla. Mama, mag ik kaas? Ja, kaastengels. Ik dacht het al. Leon heeft ze alweer gepakt. Mama zei eigenlijk nee, maar goed, dat kan vandaag dus niet, hè? Oké, we gaan verder. Ze mogen van mij altijd één soort vla uitzoeken. Zo. Maar nu hebben ze die uitgezocht. En wat zei je net tegen mama? En ze willen er dus nog eentje. Hebben ze hem nog of niet? Ja, dan kijk, daar kan mama dan weer niks aan doen. Mama zegt wel ja, alleen ze hebben het niet meer. Luan is helemaal gek op een bosvruchtenvla. Nou Lu, volgens mij Bofje, de allerlaatste. Kijk eens. Ja, wil je die? Het is dan geen vruchten, maar aardbeien. Aardbeien, dat is ook goed, hè? Ja, mam. Ja? Wil je dat hebben? Nee. Een douchekop. Nou, dat was een grapje. Wat okay is dat? Wat? Dat is een douchekop. Nu gaan we tussen de gangen door. Nu zitten hier gelukkig overal kleren. Dan hoop ik dat ze niet te veel naar die kant gaan kijken. Nee, en gelukkig, ze kijken alleen maar naar deze kant. Ze hebben dat niet gezien. Mama, maak die chocoladekoekje. Die chocoladekoekje, welke? Die. Die? Die? Ja. Die of niet? Die. Deze? Lucilla is helemaal gek van deze Oreo-koekjes. Oreo! Dat is vooruit, hè, maar. Omdat ik alleen maar ja mag zeggen. Oh, en ik zie Leon ook alweer wat doen. Oh, kijk hem. Wat ben je aan het doen, jongen? Hadden ze nog een chocoladevariant? Oh, nee. Oké, nou ja, vooruit dan maar. Oké, maar nu stoppen we het. Ah, nou, dat vind ik heel verantwoordelijk, jongen. Alleen nog die en ik. Oh, we stoppen. Alleen nog maar die? We stoppen. Ja. Jij stopt ook, hè? Mam, ik wil die chipjes. Die chipjes? Die. Die? Wat, die frietjes? Frietenchipjes. Ja. Alsjeblieft. Ja, je zou stoppen met snoepen, maar dit valt zeker niet onder het snoep. Dit valt onder de chips-categorie. Ja. Dat dacht ik al. Stoppen. Gaan we nu echt stoppen? Is dat de afspraak? Ja. We gaan daar langs het chocola achter jou. Nou, we gaan stoppen, hè, zei je. Ja? Willen we nu echt naar de kassa gaan? Ja. Ja? Ja? Nou, ik kan naar de kassa. Ik kan ook niks kiezen voor snoep. Nee, dan kan je ook niks meer kiezen voor snoep. Dat is heel verstandig. We zijn nog wel een beetje verstandig. Nou, we hebben ook weer de bekende vitamintjes, dus die kunnen we weer plakken. En nu gaan we op naar de auto waar Luan en waar papa en Lucilla wachten. Oh, Luxie wachten. Wij zijn weer thuis. Ik heb net even de boodschappen in de koelkast en alles weer ingepakt. Maar ik ga eens even boven kijken, want de kinderen zijn met hun speeltjes aan het spelen. Wat zijn ze aan het doen boven? Ja, ze zijn weer aan het dansen natuurlijk. Luan is natuurlijk weer met zijn muziekjes bezig. Luan kennende. En volgens mij zitten ze nu op Lucilla's kamer. Klop, klop. Klop, klop. Mag ik binnenkomen? Ja. Kijk. Lucilla is hier met haar poppetje aan het spelen. Wauw. Hele haartjes in het kammen. Ja. Eyo, eyo, eyo. Ik ben Bessie, op het schijn. Toen vernoem net te zeggen met mijn slime. Ik pak de shine, dit is de leven. Lekker chill, want ik ben pas 7. Proef een kaviaar, geef mij maar snoep. Laat die bing in de kast, dat is maar troep. Ik heb creditcards, een stuk of 5. Ik heb een geld, een spel om de sabijt. Dit was hier een poppetje. Mijn Ferrari die past in mijn hand. Lieve Ben, ga mijn mama naar de wand. Some is black as a surfboard, and I'm super shy.
Ik ben stoer, ik ben vet. Iedereen weet wat ik heb. Als ik jou was, zou ik ook mij willen zijn. Knap, hè? Leuk, man. Mam, we zitten nu lekker te spelen net de box en net de speelgoed. Van, maar mogen we alsjeblieft naar Jumbo? Naar Jumbo? Ja. Wat? Wil je ook naar Jumbo? Ja. Hou ik even die erop. Nou, Luxie, wil je ook naar Jumbo? Luxie, wil je ook naar Jumbo? Nee. Nee, Luxie wil niet naar Jumbo. Nee, dit is veel te leuk om liedjes zingen en lekker spelen. Ja. Nee. Ik wil naar Jumbo. Oh, jij wil naar Jumbo? Ja. Jumbo is volgens mij al bijna dicht, dus dan moeten we wel echt nu gaan. Ja, met die grote banaan. Zullen we naar Jumbo gaan dan? Ja, ik kan niks anders dan ja zeggen. Oké, gelukkig is Jumbo bij ons gewoon in Zwolle, dus het is bij ons 5 minuten vandaan. Nou, dan gaan we naar Jumbo. Yay. Op de auto in. We zien jullie bij Jumbo. En mam. Tada! En we zijn bij... Jumbo! Daar moeten we zijn, hè jongens? Hoor je dat liedje al? Jumbo, Jumbo Kids Play. De schoenen gaat als eerste uit en de jas pas daarna. En nog maar eens. Nou, van de en grote glijbaan, hè? Dan vindt Luxie wel leuk, hè? Dan gaat Luxie. Ja! Luxie! De schommel is vrij. Zie je, Luxie? Dat is leuk, Luxie. Nou, met z'n drieën. Oeh, Luxie. Luxie. Hé, daar wil ze weer vanaf. Is daar aan het spelen. Daar, kunnen we goed zien. En Leon en Lucilla die gaan zo snel tegenwoordig in die indoor speeltuinen dat ik die gewoon niet meer bij kon mee. Dus ze zijn gewoon lekker met z'n tweeën aan het spelen. Volgens mij hebben ze weer heel veel vriendjes en vriendjes gemaakt. Yeah. Maar we zeiden al, de kinderen wilden hier eten. Maar we hebben gisteren natuurlijk ook al patatjes op. Dus we hebben even gevraagd of ze ook iets anders dan patatjes hebben. Ik heb voor jou lekkere malse kippendij met satésaus.
besteld en voor de kinderen lekkere pannenkoekjes. Een keer even wat anders dan die patatjes. Kinderfeestje. Het is leuk hier weer te zijn. Het is bij ons 5 minuten van ons huis vandaan. Dus het is voor ons dat op zich een luxe. Een thuiswedstrijd. Super schattig hoe ze het spelen is. Maar Luxie die vermaakt zich hier prima. Het is hier ook niet zo heel erg druk. Dus we zitten hier nog wel even lekker. We hebben hier een dorstig meisje gekregen. Hè? Was het leuk? Ja, hè? Waar heb je Luan gelaten? Dat weet ik niet. Die is nog ergens aan het rondrennen. Goed, ze is gek. Volgende kandidaat voor het appelsapje. Lekker. Leuk, maar zo. Zo. Hard gerend, jongen. Helemaal bezweet, koppie. Nou, gaan we zo even lekker een hapje eten, goed? Oké, ze gaan weer. Luxie heeft een favoriete attractie, hè? Echt, hier zit het z'n liefst in. 1, 2. Schabooi, Luxie. Hallo, piratenmama. Luxie, die vaart alleen maar rondjes. Wat gaan we eten? Pannenkoeken en... poffertjes! Nou kinderen, wat vonden jullie ervan? De hele dag geen nee zeggen, alleen maar ja zeggen. Zo, Luxie vond het ook leuk. Ja, Luxie zal ook alleen maar ja. Hè? Het is weer het einde van onze vlog. Vond je nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen! Jambo, bedankt! Ja! Voeg je hart, boem boem mee, wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Dans mee en blijf in staan.